Hier had ik op gehoopt. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Ik ben Fernando en ik heb vanavond date night met Antoinette. Wat gaan we doen? We gaan lekker Argentijnse tango dansen en daarna gezellig uit eten. Met de Rotterdampas. Vertel, waar zijn we? We zijn in de Argentijnse tango school, Quartito Azul. En wat wordt hier gedaan? Er wordt hier tango gedanst. Tango, tango, tango. En met de Rotterdam Pas krijg je korting. Hoeveel is dat? Ja, het is 25% korting op een basis 1 cursus. Los amores, ¿dónde está la pasión? Esa triste guitarra que tocó el corazón. ¿Dónde están las razones? Zo, wij hebben net Argentijnse tango gedanst. En vertel even, wat vond je ervan? Nou, ik vond het heel leuk. Lekker gedanst, romantisch. Perfect. Ja, eigenlijk perfect voor een date, die wij dus vandaag ook hebben. Ik vond het heel erg leuk dat het plekje een beetje verstopt was. Dus dat is het leuke van de Rotterdam Pas, dat je eigenlijk altijd weer nieuwe plekjes ontdekt. De docenten waren heel erg gepassioneerd over de dans. Dat vond ik leuk. En ja, wij hebben al wat danservaring, maar als je dat niet hebt, kan je dit ook echt zeker uitproberen. Well, it's been the longest day. You wish you could hit erase, but you are lucky that way. Oh no, nobody's lucky that way. Op een romantisch avondje. Nou, we hebben dus een heerlijke menukaart gekregen, speciaal voor de Rotterdam Pas. Hier ben ik echt in mijn element. Hier had ik op gehoopt. U denkt misschien dat dit reeds het hoofdgerecht is, maar we zijn pas bij het voorafje aangekomen. I just miss you and I don't know if I'm ready at all where this is gonna go. But you seem so sure, yeah, you seem so sure. Nou, dat was dan ons romantische uitje. Met de Rotterdam Pas. Super leuke dag gehad, lekker gegeten, heel veel gedanst. Nog meer gegeten zelfs. En ja, ik wens je heel veel plezier als jij dat ook gaat doen met de Rotterdam Pas. Voor Valentijnsdag bijvoorbeeld. Echt een goede tip. En wij gaan nu lekker naar huis. En ik wens je heel veel plezier met de Rotterdam Pas verder. Tot de volgende vlog. Doei! Dag.